Mildred Caprino, geboren op 17 januari 1956 te Paramaribo, historicus. Mildred Helen Caprino verdiept zich al zo'n 40 jaar in de geschiedenis van Suriname. Haar focus is vooral, maar niet uitsluitend, de Afro-Surinaamse gemeenschap. Ze studeerde geschiedenis in Panama, was van 2014 tot en met 2018 opleidingscoördinator geschiedenis aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren en vanaf 1983 betrokken bij de curriculumontwikkeling voor het geschiedenisonderwijs. In 2010 studeerde ze af als Master of Arts in History of Arts and Heritage Policy Management and Education aan de Universiteit van Maastricht. Caprino geeft lezingen, schrijft artikelen en is vaak te zien als verteller en historicus in producties van tv-producenten. Ze schrijft echter ook scripts voor documentaires zoals Groeipijnen in 2000 over 25 jaar onafhankelijkheid en In het licht van God in de schaduw van de mahoniebomen in 2002 bij het 70-jarig bestaan van de congregatie Dochters van Maria Onbevlekt Ontvangen. Caprino verzorgt op afroep ook rondleidingen langs Lieu de Mevaar, herinneringsplaatsen in Suriname, zodat mensen zich bewust worden van hun collectief geheugen. In 2013 werd Caprino benoemd tot ridder in de Ereorde van de Gele Ster.